Ja, dat was een mooi moment. Hè? Van Duivenbode die nog even de showstal daar. Dat doet hij toch wel lekker. Hè? Als je de collega-commentatoren van Sky Sports hoort, dan zeggen ze hij is helemaal klaar voor die Premier League. Hij hoort daar gewoon bij. Hoe zie jij dat, Jacques? Nou, kijk, hij is natuurlijk wel geschapen voor de Premier League. Hè? Met zijn walk-on, snel spel. Hij is expressief. Dus wat dat betreft past hij helemaal. Entertainer. Ja, hij past in het plaatje. Maar ja, goed, eerlijk is eerlijk. Hij staat op de vloer van fantastische spelen. Eurotours begint hij nu ook langzaam steeds beter te worden. Maar hij zal meer op tv moeten presteren. Ja. Om echt in aanmerking te komen. Maar hij zit er wel dichtbij, denk ik. Ja, en dan hebben we... Nou, het piekt toch iets te vroeg nu. Ja, je hebt het vorig jaar met Noppert gezien. Die ook in het begin van het jaar meteen de UK Open won. En nog andere toernooien. En veel in Eurotour finales. Maar ze kijken echt naar die laatste paar maanden. Maar Dirk is natuurlijk gewoon, ja, wat Jacques al zegt, geknipt ervoor. Hè? Met zijn opkomst, met zijn manier van doen. Veel leuk om te spelen, om naar te kijken. Leuk om naar te kijken. Alleen dat moet in november, december moet het gebeuren. En als je daar niet goed doet, of een beetje, of bijvoorbeeld een rock en nog een andere komen erdoor. Ja, dan word je niet uitgenodigd. Nou ja. Vond jij deze video leuk? Abonneer dan op de YouTube-pagina van 4 Uur Niet Duits voor nog meer van deze video's.